Nou, ik verwacht heel veel, want ik denk dat er heel veel talent rondloopt in Nederland. Nou, ik denk dat het voor elke amateurspeler zeer aantrekkelijk is om te mogen deelnemen aan dit unieke toernooi. Ja, gigantisch mooi toernooi om je eigen te laten zien als speler zijnde. Waarom? Nou ja, ik denk dat we als amateurspeler niet zo heel vaak in de gelegenheid komen om te spelen tegen Fluminense, Cruzeiro en andere deelnemers van dit toernooi. Ik denk dat, dat er zeker 24 spelers rondlopen die een heel goed niveau aankunnen. En het beste voorbeeld, ik geloof dat Amrabat vanuit zo'nzelfde soort format is voortgekomen. Nou, hij speelt nu bij Galatasaray en is denk ik miljonair. Dus mooi voorbeeld ook voor die jongens. Je zal uit een goed stuk hout gesneden moeten zijn om hier aan mee te willen doen. En het zullen jongens zijn die zichzelf willen laten zien, die op een hoog niveau bij amateurclubs spelen, zowel misschien in de eerste als de tweede helft al, maar ook in de hoogste jeugdhelftallen. Maar het zullen ook ongetwijfeld jongens zijn die op een heel laag niveau spelen, gewoon leuk vinden om die dag bij de Coppa aanwezig te zijn. Ik denk dat we een heel goed team kunnen samenstellen. En, ik ben benieuwd wie het aandurft om zich te meten met de beste van bijna van de wereld.